Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus: bijzonderheden tijdens de COVID-19 persconferentie. Vice-president Michael Ashwin-Adin geeft statement over COVID-19 situatie in Suriname. En COVID-19 is geen grap. Vice-president Michael Ashwin-Adin heeft namens de regering van de Republiek Suriname het volk toegesproken. De regeringsautoriteit ging in op de recente besluiten die de overheid heeft genomen om zo het oprukken van het COVID-19-virus in ons land terug te dringen. Het is namelijk bekend dat in Suriname duidelijk sprake is van lokale besmetting waarvan de bron onbekend is. Suriname, in 2 dagen tijd hebben wij een verdubbeling gezien van 23 positief geteste COVID-19 gevallen naar 54. Het einde van deze stijging is voorlopig nog niet in zicht. We zitten midden in de fase van lokale verspreiding. Suriname volgt, net als alle andere landen, de zogenaamde curve van besmettingen. Dat wil zeggen dat de komende dagen nog meer mensen ziek zullen worden. Sinds maart hebben wij steeds aangegeven dat ons gezondheidssysteem met een uitbraak van COVID-19 niet aan kan. De realiteit wil dat wij ons momenteel midden in een uitbraak bevinden. Het is nu aan ons gelegen om tenminste te helpen om de besmettingen te vertragen. U en ik hebben daarbij één en dezelfde taak. Ervoor zorgen dat onze gezondheids- en veiligheidsdiensten hun werk kunnen doen. Dat doet u door thuis te blijven. Gisteren, 2 juni, is met de crisiscommissie in DNA vergaderd. Daarbij is er door coalitie en oppositie één gezamenlijk standpunt ingenomen. Namelijk, om alles te doen om een grootschalig leed te voorkomen. Helaas is er onvoldoende informatie naar buiten gebracht, waardoor een verkeerd beeld is ontstaan. Op dit moment hebben wij rust nodig, zodat u weet wat u moet doen. Laat mij duidelijk stellen, vanaf morgenmiddag 4 juni om 6 uur 's avonds tot vrijdag 12 juni om 6 uur in de ochtend gaat Suriname in total lockdown. Dit houdt het volgende in. Iedereen blijft thuis. Auto's mogen maximaal 2 inzittenden hebben. Taxis mogen maximaal 2 passagiers vervoeren. Samenscholingen blijven gesteld op maximaal 5 personen. Alle niet-essentiële ondernemingen zullen moeten sluiten. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme geeft de richtlijnen voor de ondernemingen die wel open zijn. Wij weten dat u uw gezin moet verzorgen. Wij weten dat er eten thuis moet zijn. Supermarkten, kleine groentestands, bakkerijen, slagerijen, afhaalservices van restaurants, apotheken en benzinestations zullen open blijven tussen 8 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Hamsteren is dus niet nodig. U benadeelt hiermee enkel degenen die na u komen. Gaat u zoveel mogelijk alleen naar de winkel. Bedek uw mond en neus en neem uw hygiënemaatregelen. Haal alleen de hoognodige zaken en gaat u zo snel mogelijk weer naar huis. Belangrijk is dat u de komende periode uw weerstand vergroot. Drink voldoende water, eet daarom veel groente en fruit. We hebben de beelden gezien uit landen als Ecuador, Italië, Amerika en Brazilië. Laten wij
de door hen geleerde harde lessen ter harte nemen, waardoor wij hetzelfde lot niet ondergaan. De COVID-maatregelen zijn er niet om u onaangenaam te zijn. Er staan letterlijk levens op het spel. Wij zullen daarom niet schromen om in te grijpen indien er handelingen worden geconstateerd die anderen in gevaar brengen. 1 week lang met z'n allen thuis zijn, geeft onze diensten de kans om het virus te lokaliseren, te isoleren, te behandelen en zodoende de spreiding in te dammen. Raakt u niet in paniek. Steunt u uw buur of familielid die noodzakelijke diensten moet draaien. Laten we in gebed gaan en om kracht en wijsheid vragen. Dank u. Sranang Sawini. Het Nationaal COVID-19 Management Team zorgt er regelmatig voor dat de samenleving op de hoogte gehouden wordt over de aanpak van het COVID-19 vraagstuk in ons land. Op woensdag 3 juni werd er wederom een persconferentie gehouden waarbij de autoriteiten een beeld hebben gegeven over de recente ontwikkelingen op dit gebied. Laat mij u door deze lockdown maatregelen helpen. Het zijn er een heleboel. En zij de ontzettende maatregelen die zie, dan lijkt van VP Taki, Adefa Nodu Taki, gezonde versie, kan waka door heersranang, fulluku pe a virus de, taku kan fena virus, fa waka go, fa uka stopping, dat gezamenlijk ook kan luku fa wo sorgu taki a virus is nosakong kan verspreid en moro in sranang. Dus we doen dat hier, om ons af te wachten situatie per sma, no e waka waka ego, ego voor ulwansi, ego na trawan. Dat maakt een lockdown die zin af, maakt je tang na ozo, maakt je af te wachten voor bewegen na straat, zo gezond toe kaf afversie kan roko, falak boom in a wiki die zin. We karen maatregelen die zin van soft stage, van safu maatregel, zij de asafu, because if we do total lockdown, tap tapu sref srefi, dan no one sang e seki. Lek fa ube tapa liba, dan no one sang be sek tapa liba, ano so as a total lockdown de. If we, and that we want tak no no de, me tak e fanaf at begin. If we si baka wan wiki, taki unomang, hor un srefi na de afspraak disi, dat ons had genoodzaak voor haar at te moro tranga. Omdat hij ons maar sabi of haar a siki e praat no no de in sranang. We, na somo kamo tak den jono so. Un abi, un jere tak fepe takke over essentiële diensten. Sana wa essentiële dienst. Wa essentiële dienst na amus roko godoro, winstap sa ina kondre amus roko godoro. Dus dat zo je ziet, we op de veiligheidsdiensten, skoto, legre, de man voor brandweer, KPA, de man voor douane, de man dat roko gewoon godoro. Alla de man voor gezonde versie, roko na wa essentiële dienst. Dat zo ook de medische diensten, atoso, apotheek, dus massa abi en de huisartsen zo boem, maar ook toe de massa en luku de dierenartsen ook toe, ook toe dat die nou een essentiële dienst, dus massa moest dialyseren ook toe. Wat essentiële dienst, wat organisaties moest roken door naar de bejaarden te huizen, de internaten naar de kinderen te huis. De vitale afdeling voor wat nutsbedrijf, dat was taki. Zonder afdeling dat hij in normaal roken. Zeker we denken dat ze maar roken naar de service dienst. Heeft de ogen op wat storing van president, maar voor storing dienst. Dat de man dat hij kan go voor wansi, go naar trouwen. Maar essentiële dienst ook toe. Om ons tang nyang. En dat hij dus naar voedingswinkel, alle supermarkt zijn zeer nyang. Dus maar zijn bakken brede, bakkerij. De man zijn zeer metti. Slagerij,
den pet shop, peewang gesap bij Sanifu, de dieren die u thuis heeft, de ons belang, de chiwenkri, de biertiwenkri, allemaal dat die na sawekari essentiële diensten en de dat die kan roko godoro. Tra essentiële diensten na service stations en dat die na die benzine en smeermiddelen. Dat wan taki isabi tak song service station apuam chi wenkri de ser nyang ikan go buy one to san ina wenkri dati no opo ikan go buy you ben sina na nga you smear medala ikan tak ook to mama vrou overste say de mo buy ben sina want mino mag de na strati you can de na strati if you want go na wenkri. Dus dat zo kan de, if je benzine ewaka 3, dat ik kan go buy you benzine. Alle multinational, nanga vitale parastatale bedrijven, we luku staatsolie, we luku Newmont, I am Gold, Grasalco, alle de orga dat die den bedrijf dat die ego roko, rustig door, because altijd untaki productie moet doorgaan. U kan tapa presi, we luku gezonde versie, maar if money ne koi na kondre, uno ka ap money nofo, fu sorgu taki, u kan du ala sani sa u mus du ete ina kondre dus, de essentiële dienst di si e godoro. Begrafenis ondernemers, de man dat die mus fu roko, den katori, uno ka lipi anas de desking, e wakti te un bananga ala sani. Dus begrafenis ondernemers, e ka roko godoro. De financiële instellingen bang in so boom, de tapu, maar if you have a afspraak, wa lopende afspraak, kan die be apu de kwa lening of trasani, you can make your afspraak na nga abangi. If you take money, you sabi taki, ati yame roko, des na sona doro si, you can take your money normal. A agrarische sector, dus des mansa y roko in landbouw, veeteelt en visserij, de mansa moest do export fu fisi, want u sabi taki, want u sani moest godoro. De mangsa moes luku de meti, tak te amus gona slagerij, ala sanda die kan godoro normaal. Ook to de haven en luchthaven activiteiten, en dat die de noodzakelijk wang, ook to kan godoro. In a okasi di si mi wang, taki over, usabi tak satra tsai kong de, KLM abwa outbound vlucht. Dus alles massa moest gwen naar een KLM vlucht DC, kan doen de zaak rustig naar een KLM. KLM door ons oppo. If you den a strati, you rei, mopo voor you also, go naar KLM, buy you ticket and do alla den sani go baka, you can do that. A KLM kantoro, it take alla den COVID-19 maatregelen in acht. Nou zo, alles ma ook toe, sa moest roko die a KLM vlucht DC, de man sa moest cha nyang, de man sa moest cha cargo, alla den san dat die ook toe de webcard en wat noodzakelijk activiteit en hij vat ook toe onder een essentiële dienst dat die. En natuurlijk ook toe den call centers, because den call centers e jepi tak informatie e godoro. Maar natuurlijk, en moet tak zo plata, wat mag niet. No one publieke sportactiviteit na een sportschool kan oppo en kan dit. Dus ina denk je dat je go play voetbal of basketbal of de soort sandati. Alla principe ab bondroefsma an no go mag. Dus in wakti a wiki disi. De horeca, café, den club, den casino na een trafvermakelijkheid aangelegen. De principe kan go sdong, pi kan go chillen. De principe dat die mustapu fu awiki disi. Ala een publieke nanga privé activiteiten, desmasan fayari, desmasan wa abwam chifeisha, anogomang, because usap ook tu, inoka abwa samenscholing fu moro bigilek fifi sma. Dus ala dat is stop. Publieke en privé ontspanningsorde, you know kan go na kola krik, you know kan go trapresi, ook tu dat no mag. Contact beroepen. Dat wat taki pes ma you e fas you. Dus wat massage salon, pie go was you weary, pes ma e luku de wimper, de ai, de ala de mooi mooi sandati, den dat no ka opo. Ook to de nacht na nga dagclubs,
ook te noka opo. U sap de mooi presidati pesma ek ook te edu contact sport. If je kar een seks club de no mango opo. Dus alla presi pesma e fasma kandra no mafu opo. A openbaar vervoer, dus bus, nanga boto en zo. If de rei nanga tusma in awagi. Want taxi no kan tek moro lek tusma. En na lek zo, fai mes don jaso, nanga want tap fesi. Ook to de sma in awagi, mus dong nanga tap fesi. Sano mag moro. Ino kan go was you wagi, you have was you wagi, you srefi, car wash, na tap at na tap amustapu. Ala wholesale nanga retail, putra pudra, ma met uitzondering van voeding. Dus if you abwa winkri, PSR, krosi, susu, PSR, mooi tra, mooi sani, bang, stel nanga la den wan dat die den nomang go opo fu a wiki disi. Alla scoro en crash, ook to de privé scoro, de chindag op een verblijf, ook niet. We stop alla repatriëringsvluchten ook toe, maar ook als sabi taki wang repatriëringsvlucht voor een productiebedrijf, want we takik ba essentiële dienst egodoro, dus a wang sa umbejerek ba voor Newmont egodoro normaal. En sa umusap ook to alla grens tapu. Lekva we horen zo alla den grens tapu. Dus staan belangrijk in a total lockdown disi. Na umustop taki smakan de hila hila zo mit de srefi fu du antus mantusani. Umustop a gelegenheid tak smakan fast fast den srefi. Umustop a okasi tak smakan kamp. En go for one see go na trawang. U moest die aangelegenheid na de sma voor gezonde versie in dat ding die is aan elkaar lockdown, dat de sma kan go in alle den bierdi, pedes denki, pedes sabi, dat want to sma ek mopo furu, mopo, pe want to besmetting de, fu yep de sma dati, fu sluku apka virus wakago, fauka stopping, fauka yep de sma disi, en hoe kan go baka na wang situasie in Asranang, lek foi we tak fu a curve, tak une go so higa lok tu, ma dat u kan flakke af, u kan saking, dat u kan beheers a situatie in a kondre. Ten aanzien van deze essentiële diensten, daar heb ik het over de restaurants, supermarkten, slagerijen, bakkerijen, apotheken, tankstations, dus benzinestations, alle productiebedrijven die voedingsmiddelen produceren, productiebedrijven die exportverplichtingen hebben, die zijn dus ondergebracht onder de essentiële diensten. Die moeten dus registreren via het COVID management team via de website om dus dispensatie aan te vragen voor hun medewerkers tijdens deze lockdown periode. We proberen iedereen te verwijzen naar het centraal registratiepunt op de website. Daarnaast wil ik benadrukken dat het ministerie van HINT de afgelopen periode gisteren gesprekken heeft gevoerd met de winkeliersverenigingen WOVS en VVW. En er zijn verschillende afspraken gemaakt die wij hebben vastgelegd in een bekendmaking. Als het goed is, moet de bekendmaking ook al beschikbaar zijn op de website van het COVID management team. Ik ga even in op de bekendmaking, wat we allemaal hebben afgesproken ten aanzien van de winkeliers. Ten eerste wordt wederom benadrukt vanuit het ministerie van HIT dat er gezorgd moet worden voor de social distancing van 2 meter. Dat geldt voor de klanten als ook voor het personeel in de winkels al daar. De winkeliers moeten zoveel als mogelijk ook open blijven. En afgesproken is met de verenigingen dat de openingstijden bekend gemaakt moeten worden op hun voorgevel. Dat moet dus duidelijk zichtbaar zijn voor de consument.
Verder hebben wij ook afgesproken met de winkeliersorganisaties dat alle klanten, en dat geldt ook voor hun personeelsleden, dat ze de winkel dienen te betreden met een mond- en neusbedekking. Indien u dat niet hebt, mag u geweerd worden vanuit deze zaken. Er zijn ook markeringen verplicht gesteld in de winkels. Dat is ook een van de afspraken die het ministerie van HIT heeft met de winkeliers en de overige bedrijven, bakkerijen, etc. Dat er dus markeringen worden geplaatst voor die 2 meter social distancing die in acht genomen moet worden. Maar we doen een beroep op de samenleving dat waar er geen markeringen zijn, dat men gewoon de 2 meter social distancing in acht neemt. Verder willen wij dus ook voor een vlot verloop in de winkels dat er markeringen worden geplaatst in de looprichting bij de gangen, zodat er ook geen contact is tussen de mensen wanneer ze langs de rekken lopen. Al deze punten, al deze afspraken hebben wij dus in een bekendmaking vastgelegd die reeds op de COVID-website beschikbaar is gesteld. Met betrekking tot de essentiële diensten vanuit het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme mag ik u aangeven dat het meldpunt 148, het meldpunt 148 ter beschikking is. Er is ook een WhatsApp nummer 8616224. Indien er informatie gewenst is vanuit het ministerie van HINT, als iets onduidelijk is voor ondernemers of handelaren, mag u te alle tijden, of natuurlijk ook voor de consument, kunt u te alle tijden op deze 2 nummers bellen of een WhatsApp sturen. De essentiële diensten van het ministerie die tijdens de lockdownperiode open zijn, ECD, die te alle tijden uitgaat of afgaat op klachten vanuit de consument, die zullen dus normaal open zijn, normaal hun activiteiten uitvoeren. De afdeling AEB, kostprijscalculatie, die is ook open om ook de essentiële werkzaamheden te verrichten. En de afdeling IUD, die is dus natuurlijk verantwoordelijk voor import- en exportproducten. De overste zei het reeds dat de productie natuurlijk door moet gaan, voortgang moet hebben. Dus die afdelingen zijn natuurlijk ook open. Het ministerie is verder bezig na te gaan hoe wij de bevoorrading van de verschillende winkels kunnen garanderen. Er zijn verschillende voorstellen gedaan en wij komen natuurlijk op een ander moment hierop terug. Maar met de winkeliers willen wij dus nagaan of wij een bepaald tijdstip kunnen afspreken van 8 uur 's morgens tot 3 uur in de middag, waarbij de consument via een window inkopen kunnen doen. En voor de groothandel willen wij dus een ander tijdstip van 3 uur tot 7 uur 's middags of 7 uur in de vooravond, dat zij de bevoorrading kunnen doen. Het ministerie wil er alles aan doen dat de winkels voldoende voorraad hebben, zodat men niet gaat hamsteren. Ik wil nogmaals benadrukken dat het geen zin heeft om te hamsteren. Er zullen voldoende producten zijn in de winkels en AUB dat u dat niet doet. Wij vanuit het ministerie van HINT zijn continu in contact met de handelaren, met de winkeliers, dat er voldoende voedingsmiddelen en essentiële producten op de schappen zijn, zodat men niet hoeft te gaan hamsteren. U hoeft ook niet bang te zijn dat er geen middelen zullen zijn in de zaak. Wij zorgen er wel voor dat wij in contact blijven met de groothandel, met de winkeliers, dat er voldoende voorraad is. Met betrekking tot de districten hebben wij dus ook voorstellen gedaan aan de groothandel en de winkeliers dat er op de zondag, dat de toeleveranciers op de zondag de bevoorrading doen en dat door de week, door de dag heen, van 8 uur 's morgens tot 3 uur 's middags, de consument gewoon via een window
conform de COVID-regels hun inkopen kunnen doen en dat de bevoorrading in de latere middag plaatsvindt. Suriname was niet zo lang terug nog COVID-19 vrij. Sinds kort noteert ons land een record aan nieuwe positieve gevallen. Op iedereen rust de verplichting alle regels zoals door de overheid zijn gedeeld met de samenleving stipt op te volgen. COVID-19 kent geen ras, cultuur, maatschappelijke status of politieke voorkeur. Iedereen is een potentiële COVID-19 geïnfecteerde. Voelt u zich grieperig? Maak dan contact met uw huisarts. Kunt u uw huisarts niet bereiken, belt u gelijk met de BOG-hotline op 178. Per dag worden honderden mensen getest op dit virus en worden verschillende personen in quarantaine geplaatst, zodat eventuele besmetting ingedamd kan worden. Het ministerie van Volksgezondheid doet een dringend beroep op de samenleving om berichten van de officiële kanalen te volgen en de preventieve COVID-19 maatregelen continu in acht te nemen. Ter illustratie, buurland Brazilië alleen heeft meer dan 31.000 doden door het coronavirus. Tanna yu oso efinowani siki. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.